Maar ze hebben een nieuwe coach, wisten jullie dat? Yes. Ja. Bij NAC. En hebben ze heel goed over nagedacht. Waar waren jullie specifiek naar op zoek in een nieuwe trainer? Nou, we hebben afgesproken geen details prijs te geven van het profiel. Wat is het grootste verschil dan waarom het nu de goede stappen gemaakt zijn? Nou ja, ik denk de goede stappen zijn vooral door ons intern gemaakt. Door dingen heel zorgvuldig te doen, goede referentiecheck te doen. Veel mensen te raadplegen uit de voetballerij. Een assessment laten invullen door alle trainers waarmee we hebben gesproken. Dus daar is heel veel winst geboekt in die zorgvuldigheid van dat traject. En ik heb me daar nadrukkelijk ook mee bemoeid, omdat ik dat belangrijk vind. En omdat natuurlijk de kritiek niet mals was over hoe wij dat afgelopen jaren doen. Dus ik vond dat ik daar zelf een belangrijke rol in moest pakken. En dat hebben we gedaan. Ja, wij merkten dat Marinus Dijkhuizen vooral door zijn voorbereiding op de gesprekken, maar ook tijdens de presentatie die hij gaf, dat hij een klik had met ons, met onze mensen die de gesprekken hebben gevoerd, maar ook met de technische staf. Nou, ik vind dat het wel wat professioneler kan in de begeleiding qua voeding, qua krachttraining. Daar zijn ze allemaal wel bezig. Maar dat is pas net een eerste aanzet gegeven, zeg maar. Dus in daarin zin kan het nog wel beter. Ik denk de cultuur vooral binnen de club nog wel beter kan. Het is heel erg begroenisch en dat is allemaal heel belangrijk, dat snap ik wel. Maar dat moet niet een onderdeel van je beleid zijn. En dat gevoel had ik soms wel eens bij NAC. Ja, die slag willen ze nu zelf maken. Daarvoor ben ik er ook zelf in gestapt. Ik heb dat gezien bij Excelsior en bij Brentford. Dus ik hoop die kennis mee te brengen hier naartoe. Weet je wie er het meeste geld binnenbrengt bij NAC? De bar. De bierproducent. Ja. Er wordt nergens zoveel bier gezopen als bij NAC. Hè? Ja. Zelfs niet in stadions als Ajax, waar 54.000 mensen zitten, wordt er bij NAC nog 8 keer zoveel bier gezopen als bij Ajax. Echt waar, die gaan allemaal lam als een aap tot stadion uit. En ik zou je zeggen, dat is maar beter ook. Lekker zuipen. Maar je hebt... Echt waar. Dat is echt waar. En dat wil Dijkhuizen, een nieuwe trainer, die wil dat nou afschaffen. Zou die jou... maar...